Afrikaanse kunst vormt een apart hoofdstuk in de kunstgeschiedenis. Volgens sommigen is het magisch en mysterieus. Volgens anderen is het spiritueel en kunstzinnig. Zelf leerde ik Afrika kennen in de jaren 80. Toen ik onderzoek deed voor mijn roman De Zwarte met het Witte Hart. Maar over maskers wist ik nog niet zoveel. En daarom besloot ik om op zoek te gaan naar de schitterende verhalen en de prachtige tradities achter de beelden en de maskers uit die voorkust. Het grootste Afrika-museum ter wereld staat in Tervuren. En ik mocht daar rondlopen in de depots. En in Duitsland bezocht ik kunstenaar Coco Bie in zijn openluchtatelier in de bossen. Waar hij prachtige hedendaagse beelden maakt van hout. Het is een gezicht. Ik zie twee ogen. Ik zie iets wat op een snor lijkt, een mond. Wat is het? Zou je er bang van zijn? Dus je hem s'nachts tegenkomen? Ja, zelfs als ik het overdag tegenkwam. Oké, okay. Ja, dan kan hij doen wat hij moet doen. Hè? Ja. Ja, het is een Corblanc-masker. Wordt bij de Senufo meegedanst. Dus in het noorden van die voorkust. Ja. En ik herinner mij nog heel goed, ergens in de jaren 293... was ik eens op een begrafenisfeest. Heel grote sociale gebeurtenissen. Iedereen die elkaar ontmoet. En tegen de avond, op een zeker ogenblik, komt er dus zo op de scheidingslijn van de horizon, terwijl het duister valt, ja, komt er een grote gemaskerde figuur en die spuwt vuur. En wat mij ontgaan was, was dat eigenlijk ondertussen er al de hele tijd muziek speelde. En terwijl ik eigenlijk zo gefascineerd zat te kijken naar die gemaskerde figuur die afkwam, want ze hebben een groot pak aan ook normaal gezien, waren eigenlijk alle meisjes en alle jonge vrouwen waren allemaal verdwenen. Dus okay, ik stond daar eigenlijk nog wel als enige vrouw. En waarom? Wel, eigenlijk Corblanc-maskers worden gemaakt om heksen op te sporen. En ze geloven ook dat eigenlijk hekserij vaak vanuit de familiekring komt. Dus met andere woorden, niemand is er veilig voor. En heeft hij je betrapt? Nee, die heeft mij niet. Gelukkig, dan ben ik veilig. Ja. Ja, er is een sterke associatie met dieren uit de wildernis. In de zin van dat eigenlijk voor de Senufo de wildernis een onuitputtelijk domein van kracht is. En dat de mens zich op allerlei manieren tracht die krachten naar zich toe te eigenen. En dat iets geldt voor alle maskers. Dat geldt voor heel veel maskers. Hoppa zel. Al eeuwenlang maken niet alleen de Senufo, maar ook de Guru houten maskers. Maar zo'n magisch masker, hoe benader je dat eigenlijk? Hoe dat jij staat, dat zou oké zijn. Jij zou eigenlijk het masker niet beledigen. Of je zou niet een soort van visuele provocatie van zijn macht zijn. En wanneer wel? Als je zo zou gaan staan. Okay. Dat is niet specifiek voor Corobla, maar dat is voor al de waas. Doe dat al dan de ook niet. Ja, dus, ja, absoluut. Ja. Maar wat doet de huidige generatie Afrikaanse kunstenaars met dat verleden? De in Ivoorkust geboren kunstenaar Jems Coco Bie woont en werkt in Duitsland. Coco Bie maakt grote beelden van hout. It was one piece of wood. So who are they? No, it's a family. It's a family. A family. It's okay. Yeah, this is not a special thing. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, to blow for you don't ya see my yeah. Are we allowed to touch? Yeah. For me you have to touch it because if you don't touch wood, it don't talk to you. You don't feel it. Right. You have to touch it, feel it. Right. You have to go inside. So you have to feel it. So that people touch it. Really? Yeah. I can touch it? Yeah, of course. Ziza, ziza. Ziza, ziza. It's the room of silence. Yeah, it was like a room of the spirit. This morning you told me you thought wood was like a book. Exactly. This is why when you have pieces of wood, you have to open it to read what is inside, because there are many, many information inside the wood, like a book. So you have to take care of the pieces of wood
Dan started the striking him. You have to talk with him. You have to read first what is the first side of the wood. You have to learn it, and this brings you many information. When you don't get the first information outside the wood, you cannot go inside. So wood is wonderful. Heel interessant als gegeven is dat eigenlijk de beeldhouwer zich gewoon liet inspireren door de werkelijkheid en wat hij rond zich zag. Mm-hmm. Er zijn er zo met voetbalspelers, er zijn er met acrobaten. En wat eigenlijk hier wel heel intrigerend is, waar zij vroeger bijvoorbeeld enkel op begrafenisrituelen dansten. En dus vanuit die sacrale context heb je nu een evolutie dat ze bijvoorbeeld op politieke bijeenkomsten dansen, op regionale feesten, op foires. Kun je me iets vertellen over deze? Ja, het geestelijke echtgenote. In dit geval zou dit dan een Blolo Bla zijn, of een geestelijke vrouw. En dat is eigenlijk een zeer mooi concept. Dat is het idee dat we Bouwli hebben, dat wij eigenlijk allemaal, voordat wij in deze wereld komen, uit een andere wereld komen. Mm-hmm. En dat eigenlijk die parallele wereld die er altijd is, de wereld van onze voorouders, dat we daar ook allemaal een partner hadden. Dus elke man was daar gehuwd met een vrouw en elke vrouw was gehuwd met een man. Stel nu dat je in je echtelijke situatie heel veel en vaak problemen hebt. Mm-hmm. Dus vormen van ruzie of geldproblemen of eigenlijk, you name it. Hè. Dan kan het zijn dat eigenlijk de oorsprong terug te voeren is op die geestelijke echtgenoot die ontevreden is. Dan laat je een beeld maken en je draagt 1 nacht per week op aan die geestelijke partner. Okay. Dat betekent dat je die nacht geen seksueel verkeer hebt met je feitelijke partner. Dat betekent ook dat je regelmatig geschenken geeft aan het beeld. Ondertussen begint de werkdag van Coco Bie. Zijn atelier bevindt zich in de open lucht in de bossen. Hij werkt alle seizoenen in de buitenlucht. En daardoor kent hij de werking van het hout als geen ander. In hoeverre is de Afrikaanse afkomst van Jems Coco Bie onderdeel van zijn werk? You work from a tradition. From African tradition. Not exactly. No. I remember my history. My history comes from mask. Mm-hmm. And I try to take this three, not exactly what all this like this culture there, but I try to bring fantasy in my art. So my mask, I cannot create mask like in Africa. I work only like Coco Bie. Your work? It's my work. In my sculpture, it's another spirit. On the old sculpture, have another spirit too. My spirit is the spirit of nowadays. What I'm feeling. And the only difference is the spirit of the old mask was functional, ritual. Mm-hmm. So the old sculpture has to do what the society need. But I do what my feeling need. This is the difference. I'm close to those old spirit now. I think nothing can happen now. Nothing
can happen. Nothing wrong can happen now. Alleen laat de hobbelige vloer van de nieuwe kerk Kokobi een beetje in de steek. Hij moet ter plekke improviseren en zijn beelden water pas maken. When the people go to Africa, they have not the opportunity to see both together, you know, mm-hmm. because they go only to the old sculptures and they buy it or they take a picture and they go back. They never have the opportunity to have a contemporary, really an artist or like this. So today they have the opportunity to see all together in the same place. Making it a dialogue together. So for me, I'm so glad. Wat ook zo bijzonder is aan deze tentoonstelling is dat we nu voor het eerst na decennia van onderzoek weten wie de kunstenaars zijn. Ziza, ziza. Ziza, ziza. Oh, one minute, the botetti, one minute, one day. Nou Marlies, het is bijna zover. Laatste loodjes. Ja, in de kerk. Afrikaanse kunst. Kan dat wel? Twee geloven op één... Op één kussen. Kussen op ja, één dam. Dat ja. kan. Eigenlijk is dat is onze pijler hier in de Nieuwe Kerk. Want we maken natuurlijk al zoveel jaren tentoonstellingen. En ja, één van de dingen die we graag willen doen is juist die verschillende geloven naar binnen halen in deze kerk en daar iets over vertellen. Sommige zijn bedoeld om angst aan te jagen, deze ook, maar dat lukt hem niet helemaal bij nee. mij. Hij is nee, ook ja. een beetje vrolijk. Is er één waar jij echt ook. Bang van kunt worden? Nou, er zijn maskers die best met grote ogen, waarvan je denkt van nou, best wel spannend. Deze hebben meer, dat is de meester met de grote lippen. Wat die onderzoekers hebben gedaan, is dus die kunstenaars of de ateliers of de kring om die kunstenaar uit de anonimiteit te trekken. Maar we kennen de namen niet van de kunstenaars. Nee. Dat was niet belangrijk. Belangrijker was het product wat ze maakten. Maar wat ze hebben gedaan is aan de hand van stilistische kenmerken namen geven aan bepaalde groepen voorwerpen. Dus de meester van de grote lippen of de meester van de grote borsten. Ja. Of de, nou, afhankelijk dat, van het kenmerk. Dat is dat verantwoord? Ja, dat is verantwoord. Dat gebeurt vaker. Ja. Als er zeker ook in de oudheid onderzoek wordt gedaan naar antieke fasen waarvan we ook niet weten. Als maar meester van de grote zijn. Borsten, dat klinkt ja. niet met veel reverence voor de... Maar dat is, nou ja, dat is mijn, dat is een, mijn het is, hoofd. Het is een stilistisch ja. kenmerk wat er uitspringt. Dat mag je best benoemen, ja, toch? Ja, dat mag je best benoemen. Ik vind het goed. Ja. Ja. Of deze maskers en beelden ook echt bijzondere krachten hebben, ik weet het niet, maar gaat u kijken en oordeelt u zelf.